In de jungle, de mighty jungle, de tepels geven chocomel. Hoppakeetje, en let it blow, let it blow. Wat is de reden daarvoor? Waarom deed je dat? Kijkers van Doe Maar Gamen, welkom terug bij deze nieuwe Skywars video hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Mijn naam is Job en ik bevind mij momenteel in de welbekende CubeCraft Game Server. En zonder er al te veel omheen te draaien, gaan wij gewoon lekker beginnen met Minecraft Skywars. Oké, jongens en meisjes, wij spelen in deze nieuwe aflevering van Minecraft Skywars het allereerste potje in de welbekende Tega Map. En jongens en meisjes, ik wil jullie al gelijk even vragen om een blauw duimpje op deze video achter te laten. Laten we kijken of we de 3000 likes op deze nieuwe aflevering van Minecraft Skywars zouden kunnen halen. Ik zou dat in ieder geval echt super tof vinden. En dan hoop ik dat ik jullie allemaal weer heel erg kan gaan vermaken met deze nieuwe aflevering van Minecraft Skywars. Laten we als allereerst eens even gaan kijken wat er in onze kist zit. Ik heb namelijk een best wel goed gevoel erover. We spelen deze keer trouwens niet met de overpowered pakketten. Maar jongens en meisjes, wij spelen deze keer met de normal chests. Dus ik ben heel erg benieuwd dat het in zijn werking gaat. Ik wil niet al te veel risico nemen in het begin al. Dus ik ga heel even kijken of ik sneaky bij mijn eerste tegenstander in de buurt kan komen. Kijk, heb ik al mijn gear aan? Ik heb nu al mijn gear aan. En first kill! Oh, kut. Oh, kut. Oh, kut. Oh, kut. Come on, come on, come on. Oh, hij heeft een X. Hij heeft een X. Hij heeft een X. Oh, kut. Dat is kut. Oh, nice. Ik heb hem ingemaakt. Super. Oké, hij heeft geloof ik aardig wat goede gear bij zich, want hij had namelijk schijnbaar full iron gear. Wat er dus voor zorgt dat ik die mooi aan kan doen. Oh my god. You're fucking serious right now. Ik was net even aan het genieten van alle gear die ik had gekregen. En ik werd alweer doodgemaakt. Laten we anders maar snel doorgaan naar het volgende potje. Oké, onze meisjes. Wij zitten in de welbekende ice map. En ik ga gewoon weer met de normal chest spelen. Ik ben ongelooflijk benieuwd of ik het in dit potje wel voor elkaar krijg om te winnen. Tuurlijk krijg ik het voor elkaar om te winnen. Ik bedoel, ik ben Job van Doe Maar Gamen. Of betekent dat juist dat ik het niet voor elkaar krijg om te winnen? Nevermind. We gaan gewoon lekker spelen en we zien het vanzelf wel. Ik ga er denk ik echt totaal niet lang omheen draaien. En ik ga gelijk kijken of ik bij de eerste tegenstander in de buurt kan komen. Het is misschien het meest risicovolle wat ik kan doen. Maar voor hetzelfde geld gaat het me nog lukken ook. Al heb ik er niet een heel goed gevoel over. Come on. Fuck you, bitch! Get wrecked! Get wrecked! Oh yeah, die heb ik gelijk in weten te maken. Super. Oké, dat betekent dat we de eerste kill op hebben zitten. En ik heb hier ook gelijk een mooie broek erbij gekregen. Laat ik die anders ook maar gelijk even aandoen. Ik heb trouwens bijna full diamond gear. Dat is ook wel weer fijn. Oké, hoppakee. YOLO. En dan ga ik gelijk even kijken of ik bij de volgende tegenstander in de buurt kan komen. Ik heb namelijk nog genoeg bouwblokken en dergelijke. Dus dat zit allemaal wel goed. Get wrecked, bitch! Get wrecked! Oh, yeah! Oh, kut. Ja, oké, okay, nice. Die is dood. Ik heb ook een golden apple erbij gekregen. Die kan ik natuurlijk ook heel erg goed gebruiken. Een hele mooie rode ux. Oh, wat ben ik daar toch blij mee, jongens en meisjes. Ik wil mijn hele leven namelijk al rode ux. Not. Dat even terzijde. We gaan gewoon weer lekker verder bouwen. En we zien vanzelf wel hoe het in zijn werking gaat. Is hier iemand? Hier is niemand. Oké, dan moeten we hier naar de overkant toe. Let's go. Let's go to the other side. Ik ben heel erg benieuwd of ons dit gaat lukken. Ik heb er in principe... Oh, kut. Oké, hij wil teamen, hij wil teamen. Ik kan het echt niet doen om hem nu te killen, want hij ziet er veel te intimiderend uit. Sowieso, ik vind die skin er wel echt gruwelijk uitzien, die Guardian skin. Dat is niet alleen de reden waarom ik hem niet kill hoor, maar hij gaf me ook nog geen spullen. Dus dan vind ik het ook weer zo lullig om hem te killen. Ik heb heel even gevraagd of hij misschien wat bouwblokken voor me heeft, want die kan ik namelijk heel erg goed gebruiken. Ik heb in principe het idee dat hij er wel wat heeft. Ja, kijk, dat bedoel ik, super. Oh, hij heeft gelijk een hele hoop, zie ik, of niet? Even kijken, hij heeft allebei 10. Zo, ik heb hem even netjes bedankt voor de bouwblokken. En dan is nu het moment aangebroken dat we gaan proberen bij de volgende tegenstander in de buurt te komen. Want er zijn namelijk nog 3 tegenstanders naast mij en mijn team nood over. Ik probeer eerst gewoon even alles aan elkaar te verbinden, want als ik dat namelijk eenmaal heb gedaan, dan is het eigenlijk heel erg makkelijk om iedereen uit te gaan schakelen. Kijk, ik kan hier namelijk ook gewoon even rustig naar boven gaan, want hier is namelijk ook al een soort van bruggetje gemaakt. En ik heb het idee dat we ook al best wel dicht bij de ene laatste, of bij de paar laatste tegenstanders in de buurt zijn. Want als... Oh my god, ik schrok me echt helemaal kapot. Ik dacht heel even voor een aantal seconden dat ik dood zou gaan. Oké, wacht, ik heb een idee. Hop, hop, heb ik nog een ander blok bij me? Ik heb geen ander blok bij me. Heb ik een pickaxe bij me? Ik heb ook geen pickaxe bij me. Nou jongens, meisje, dit zuigt best wel heel erg hard. Nu moet ik namelijk een andere manier. Oh, ik kan ook gewoon gelijk zo kunnen gaan. Come on, come on. Nee, ik... Oh, kut. Oh my god, shit. Ik had serieus even niet het idee dat ik hem in kon maken. Maar mijn tepels, die hadden er toch een ander idee over. Ik bedoel, mijn tegenstander had er een ander idee over. Wacht, wat? In de jungle, the mighty jungle, de tepels geven chocomel. Dat heeft te maken met de cacao die in de bomen hangt. Chocotepel, chocotepel, chocotepel. Ik hou er mee op. Ik moet gewoon stoppen met deze rare shit. Oké, laten we met de overpowered pakket gaan spelen. Ik weet namelijk wat jullie leuk vinden. Ik weet dat jullie de overpowered pakketten heel erg lekker vinden.
Oh ja, trouwens, voor de mensen die zich afvragen wat voor epische pet ik op heb. Ik wist dat je dat zou afvragen. Ik wist het wel. Dan kun je even een kijkje nemen op hitpoint.tv. Binnenkort zijn deze petten er namelijk ook te koop. En als jullie nou geen geduld hebben met het kopen van Doe Maar Gamen merchandise. Er zijn ook al Doe Maar Gamen t-shirts. Die kun je al wel kopen. Alleen Doe Maar Gamen petten, die komen binnenkort. Dat gezegd te hebben, kunnen wij weer lekker verder gaan. Ik heb het idee dat we namelijk in dit potje wel lekker kunnen gaan ownen. Wat ik bijna elke aflevering zeg van Minecraft Skywars. Geen idee wat ik momenteel met mijn hand aan het doen ben. Maar we zullen het vanzelf wel zien, jongens en meisjes. Laten we er in ieder geval gewoon lekker tegen. Oké. Dit is goed. Dit is echt briljant goed. Oké, wacht. Ik heb een idee. Ik heb alleen geen. Wacht. Wat moet ik doen? Ik heb een idee. Ik heb gewoon een briljant idee. Ik eet gewoon deze God Apple alvast op. Omdat ik Job van Doe Maar Gamen ben en nooit mezelf kan beheersen als het gaat om TNT. Moet ik daar natuurlijk ook gelijk even een feestje van maken. Dus ik pak even TNT erbij. Ik plaats dat even lekker om mijn eilandje heen. Hoppakeetje. En nu ik dit heb gedaan, is het voor mij enkel een kwestie van dit even zo doen. Deze daar naartoe teleporteren. Hoppakeetje. En let it blow. Let it blow. Nice. Oké, ik pak nu gelijk even een goed zwaard erbij. Als je dat maar weet. Ik had serieus het idee dat ik zou gaan winnen in het midden. Fuck. Jullie kennen mij natuurlijk nu inmiddels al een tijdje als YouTuber. Maar voordat ik een YouTuber was, was ik helemaal geen YouTuber. Serieus, Job. Voordat ik een YouTuber was, was ik helemaal geen YouTuber. Hoe logisch wil je het hebben? Maar was ik een piraat. Ik was zeg maar de beste vriend van Jack Sparrow. Ik heb ook veel op de filmset meegeholpen. Want ja, ik natuurlijk als piraatdeskundige weet een hele hoop van piraten. Ze hadden mijn hulp op dat moment hard nodig. Dus ik zei zo van, ja, weet je, als jullie mijn hulp zo hard nodig hebben, wie ben ik dan om te zeggen dat ik niet kom helpen? Dus ja, dat is zeg maar wat ik deed voordat ik een YouTube deed. Ik was een piratendeskundige. Ik weet niet of dat überhaupt een baan kan zijn, maar ik was het. Al is het geen baan, jongens en meisjes. Ik was het gewoon. Of je dat nou wilt of niet. Wat ik trouwens even ga doen, dat is misschien wel slim. Dus ik ga gelijk even een piratenschip opblazen. Dat is namelijk iets wat ik geleerd heb op de piratenacademie. Dat je namelijk altijd je eigen dingen moet opblazen. Of het nou een leraar is die je hebt overgekocht, blaas altijd je eigen dingen op. Oké, ik heb een idee. Oké. Oh, kut. Ik heb het idee dat ik hier niet helemaal veilig ben. Oh ja, ik ben hier wel veilig. Super. Oké, ik heb in ieder geval een zwaard. Het enige wat mij een beetje verontrustend maakt, is dat ik helemaal geen God Apple heb gekregen. En laat ik daar nou net een beetje een hekel aan hebben aan het hebben van geen God Apple. Klinkt een beetje raar. Een hekel hebben aan het hebben van geen God Apple. Maar het is nou eenmaal zoals het zit. Oké, hier is ook nog een kist. Hier zit wel wat. Oh, ik schrok me kapot, jongen. Ik zie in één keer zo'n kerel naast me staan. Ik denk, I'm freaking screwed. Maar ik viel mee. Nou, dat jij mijn vriend bent. Oh, heb je wat anders nodig? Heb je een zwaard nodig? Heb je ook al? Nou, hier heb je wat golden appeltjes. Ik weet niet of je die kunt gebruiken. Maar als je ze kunt gebruiken, dan heb je ze bij deze. Oké, laat ik even kijken of hier nog wat kisten verstopt zit. Ik denk namelijk van wel. Die pickaxe kan ik goed gebruiken. Daar kan ik wel wat leuke dingetjes mee doen. Wacht, zag ik daar nou beneden een anvil staan? Want daar heb ik namelijk wel een goed plan mee. Als ik namelijk daar beneden een anvil zag staan, dan kan ik namelijk twee zwaarden aan elkaar toe. Come on. Get wrecked! Get wrecked, bitch! Oké, er zijn nu nog minder mensen over. Dat komt omdat ik er zojuist eentje heb doodgemaakt. Oh, Job, wat een logica toch. Laat ik eens even kijken of ik naar een tegenstander toe kan gaan. Ik vind het sowieso niet erg handig om me nu naar eentje toe te gaan bouwen. Want dat zorgt er wel voor dat ik zo meteen zwaar screwed ben. Zag ik hier niet zojuist ergens een anvil staan? Maar die kan ik namelijk op het moment best wel heel erg goed gebruiken. Als ik namelijk een anvil kan vinden, dan kan ik twee zwaarden met elkaar combineren. Waardoor ik een beter zwaard krijg. Maar of dat me ook daadwerkelijk gaat lukken, is uiteraard nog een beetje de tweede vraag. Want ik heb wel zin om wat te gaan archeren. Pak even wat blokken erbij. Dan zorg ik ervoor dat ik even een beetje een mooi plekje opzoek waar ik kan gaan archeren. Als ik nou gewoon een heel hoog en centraal punt opzoek, dan ben ik eigenlijk al wel binnen qua. Oh, ik dacht wel even dat ik niet verder kon. Oh, hier is ook nog iets moois. Oké, ik heb hier. Welke bow heb ik? Ik heb een powerbow. Heb ik ook een punchbow? Ja, ik heb ook een punchbow. Nou, kijk eens aan. Kan ik even kijken of ik die daar onderuit kan halen? Ik denk dat ik hem wel kan raken. Maar ik betwijfel het alsnog wel een klein beetje. Come on. Get direct. Oké, die daar. Come on. Oeh, so close. Pay attention. Weet je, YOLO. Ik ga wel gewoon bouwen. Ik zou Job van Doe Maar Gamen niet zijn als ik niet zou gaan bouwen. En ik ben Job van Doe Maar Gamen wel, dus ik ga gewoon lekker bouwen. Als hij me nou even een beetje kan verdedigen, als het ware, dat zou fijn zijn. Bouw ik namelijk gewoon even naar een tegenstand toe. Al ga ik denk ik zo meteen wel onderuit gehaald worden. Ik wil gewoon eens even kijken of ik dit voor elkaar zou kunnen krijgen. Ik spring zo meteen gewoon op dat huisje. Of op dit eilandje hier spring ik wel. YOLO, plof. Kijk. Oeh, nou is een Ender Pearl. Die kan ik heel goed gebruiken momenteel. Oké, naar wie ga ik toe? Hij ziet mij. Hij weet wat ik van plan ben. Dat kan niet anders. Oké, wacht. A few moments later. Fuck you, bitch! Get wrecked! Oh yeah, ik heb hem in weten te maken. Super, kijk. Zo doen we dat, jongens en meisjes. Zo doet de piraat Pipo Jopje dat. Beetje jammer dat ik dan daarna Pipo Jopje heb. Want dan maakt het gelijk weer veel minder episch. Maar zo doe ik het. That's how I'm rolling. They hating. Controlling. If they don't catch me right in the game. Gonna catch me right in dirty. Gonna catch me right. Oh, kut. Hey, wat doe je? We hoorden toch bij elkaar? Oh, nu ga je er van langs krijgen, mijn vriend. Get wrecked. Kut. Oké, wacht. Nu ga je er van langs krijgen, jongen. Want ik power. Kut. Oké. Dit is best wel spannend. Zeg maar, als je de definitie van spannend opzoekt, dan zie je zeg maar mij hier verstopt zitten terwijl iemand mij probeert in te maken. Ik heb een plan. Oh, kut. Wat gebeurt er? Come on. Ik weet niet wat ik moet doen. Zo, oké, ik ga dood. Oké, wacht. Ik wil teamen met je. Eens vrienden met mij. Oh, kut. Hij wil niet. Ik
Ik zei dat ik wou teamen. Ik wou je vriend zijn. Je mocht mijn tepel chocolademelk hebben, ja? En wat doe je? Je maakt me dood. Wat is de reden daarvoor? Waarom deed je dat? Het is wel weer duidelijk. Ik maak meer vijanden dan vrienden in Minecraft Skywars. Fuck this shit. Bedankt voor het kijken. Laat natuurlijk even een like achter op deze video als jullie hem leuk vonden. Laten we kijken of we de 3000 likes kunnen halen voor een volgende Skywars video. En abonneer natuurlijk even op mijn kanaal als je meer video's van mij wilt. Kan best wel zo zijn als je ze leuk vindt en je wilt er meer van zien. Kun je doen onderaan de video door even op die rode abonneerknop te drukken. En ik zie jullie graag de volgende keer weer. Later.